Jeroen, einde van het feestje. Is dit nou het einde van een integratie van een lang traject? Nee, dit is dus, ik denk in het beste geval zijn we halverwege. Maar het is wel een hele mooie mijlpaal dat we nu toch echt kunnen zeggen dat we echt één bedrijf beginnen te worden. Ja. Dat we de twee bloedgroepen Vodafone en Ziggo echt bij elkaar hebben in één kantoor. En nu echt samen kunnen werken aan een mooie toekomst. Dus ja, het is een mooie mijlpaal, maar we zijn er nog lang niet. Nee, wat ik dus afvraag, je hebt een integratie van twee bedrijven. Nou, daar ben je aan gewend, dat kun je allemaal. Ja. Maar dit is een bedrijf. Achter Vodafone zit Vodafone Groep en achter Ziggo zit gewoon Liberty Global. Dat blijft allemaal andere technieken en veranderen. Hoe doe je dat? Nou ja, kijk, je moet het heel positief zien. Wij hebben het voordeel dat wij het beste hebben van beide werelden. We hebben toegang tot alle nieuwe dingen in mobile via Vodafone. Alle nieuwe dingen qua content, moet je niet vergeten, entertainment. Maar zeker ook natuurlijk kabel aan de Liberty kant. Dus ja, we hebben het voordeel dat we beide hebben. En beide aandeelhouders zijn ook super supportive om ons te helpen met al die nieuwe dingen. Om die naar Nederland te brengen, om daar juist het mooiste convergente telecombedrijf, entertainmentbedrijf van Nederland van te maken. Ja, je had beide topmannen had je hier gewoon vriendelijk op het toneel. Ja, kijk, de CEO's van twee van dit soort hele grote bedrijven zijn natuurlijk door de wol geverfde mannen. Ja. Veel ervaring, duidelijke, sterke profielen. Ja, het is natuurlijk fantastisch om met hun support en ook onze board allemaal ongelooflijk ervaren mensen. Ja, ik heb liever allemaal hele sterke mensen en hele ervaren mensen. Want die helpen ons uiteindelijk en ze hebben er allebei belang bij als aandeelhouder dat dit een succes wordt. Dus ja, we krijgen onwijs veel supporters. Daar ben ik heel blij. Dat vind ik ook. Zijn jullie een beetje een voorbeeld voor andere landen in Europa waar hetzelfde proces moet gaan plaatsvinden? Ja, je zou het bijna denken. Hè? Je zou het bijna denken. Ja, ik denk het wel. En kijk, je ziet natuurlijk de transactie tussen Liberty en Vodafone, waarbij Vodafone de acquisitie doet in Duitsland en 3 landen in Oost-Europa. Ja, dat zal toch een beetje te maken hebben met het feit dat we hier gekeken hebben wat gebeurt er als je vast en mobiel en content bij elkaar brengt. Nou, ik denk dat het goed gaat. Er is nog een hoop te doen, kan nog een hoop beter voor onze klanten. Maar ik denk dat de business case voor de bedrijven er wel is. Nou mooi, gaan we even nu naar vandaag. Dit hele kantoor, zeg maar, naast het station. Ja. Het is een totaalconcept. Ten eerste hebben we natuurlijk een fantastisch mooi kantoor op een fantastische plek op het Centraal Station. Echt heel mooi geworden. Ja, en vervolgens hebben we daarnaast alle medewerkers met hulp van de NS een prachtig mooie overjaarkaart eerste klas gegeven. Iedereen heeft dat aanbod gekregen. Nou, daar maken natuurlijk heel veel mensen gebruik van. En hoeveel procent zitten we nu? Nou ja, ik weet niet precies hoeveel procent de overjaarkaart eerste klas heeft genomen. Maar dat is echt heel, heel veel. Maar ongeveer 50% van de leaseauto's wordt dit jaar al ingeleverd. 50%. Nou, dat is natuurlijk toch wel mooi. En net als Roger van Boxtel zei, ik ben niet anti-auto. Maar ik ben wel heel erg pro-duurzaamheid. Ik ben wel heel erg pro-openbaar vervoer. Ik kom zelf elke dag fietsje, trein. Ja, en als je letterlijk 1 minuut lopen van het perron zit, dan ben je wel gek als je dat niet doet. Het was bizar. Ik liep uit het perron. Ik ging, waar is dat kantoor? En ik stapte naar buiten en ik zag de ingang van het winkelcentrum naar boven zingen. Het is inderdaad echt een bizar mooie plek. Ja, maar dat is het mooie. Kijk, als mensen vragen, hoe kom ik er dan? Ik zeg, neem de trein, stap uit de trein, kijk naar buiten. En dan weet je waar je moet zijn. En dan is het ongeveer nog 30 seconden lopen en dan ben je er. Ja. Nou, dat is top. En dus we proberen het ook echt op meerdere locaties te doen. Verschillende kantoren, dichtbij stations. En dan wordt opeens openbaar vervoer echt een hele reële optie. Ja. En dat concept in zijn totaliteit, ja, dat vinden onze medewerkers. Dat kan ook niet iedereen gewoon repeteren. Want iedereen gewoon naast het station wonen op deze manier, dat kan helemaal niet. Hey, jullie hebben nu ook zo'n aanbod hè, van alles in één. En dan krijg je een waanzinnig entertainmentpakket. Eigenlijk HBO, Wolf, zegt. Gewoon van sport, toetie. Ja. Hoe gaat het met de business? Ja, gaat ontzettend goed. We zijn ontzettend blij om te zien dat klanten. Kijk, ik zeg altijd maar, wat wij doen, doet er echt toe. En dat geldt voor alle telecompartijen. Wifi thuis is niet meer weg te denken. De tv, de content, geïntegreerde oplossingen, niet meer weg te denken. Mobiel, niet meer weg te denken. Nee. Ja, en als je dat dan vervolgens combineert. Ja, er zijn klanten, je ziet dat klanten ontzettend blij zijn als ze bij ons zijn met en vast, en mobiel, en content. Ja. We proberen leuke voordelen allemaal, zowel geld als inderdaad content. Ja. Oké, nou ben je net op tijd klaar om op een gegeven moment volgend jaar die hele 5G zeg maar, veiling, als de overheid ooit eens een keertje opschiet, en dan investeringen te doen? Ja. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk eerst wat we nodig hebben, is het vrijmaken van, je kent het verhaal als geen Defensie moet gewoon, Defensie moet nu Defensie, hou op met, weet je, we hebben echt niet nodig, we hebben gewoon even die 3,5 gigahertz hebben nodig. En kijk, natuurlijk, het is voor mij makkelijk praten, maar dat is wel mijn eeuwige pleidooi, die 3,5 gigahertz frequentie moet echt vrijgemaakt worden. We kunnen niet verwachten dat iedereen gewoon van Samsung zegt, oh, we gaan gewoon voor Nederland even een uitzondering maken en voor Apple. We moeten dat echt, en we moeten het landelijk hebben en we moeten het snel hebben, want om ons heen gebeurt het al. En dit is echt een frequentie, dit is niet een pleidooi voor Vodafone Ziggo, maar dit is voor de markt. We moeten echt zorgen dat we die frequenties vrijmaken, beschikbaar maken en snel. Dan een goed veilingsproces en dan kunnen we met z'n allen 5G uitrollen. Tot die tijd in half awareness kunnen we niet heel erg veel. Ja. En qua slagkracht ben je er wel langzamerhand, heb je wel vertrouwen in? Ja, absoluut. En we hebben, wat wil je nog meer? We hebben een fantastisch vast netwerk, we hebben een fantastisch mobiel netwerk, we hebben fantastische content. Uniek gepositioneerd, 5G erachteraan, ja. DOCSIS 3.1, 1 gig in het hele land in 2020. What a great place. Ja, wanneer was die 1 gigabit upgrade? Had je dat vandaag aangekondigd? Ja, vandaag aangekondigd dat we Utrecht als eerste stad in Nederland helemaal 1 gigabit op het kabelnetwerk gaan maken. En in 2020 streven we om heel Nederland ook zover te krijgen. Dus. En het was een mooi feestje en iedereen was er. Nou, dankjewel Jeroen.